Leem is een wijk waar veel sporen te zien zijn uit het verleden. Van oude boerderijen, de historische Bijenmeweg en de Zuidwending, maar vooral is Bijen een groene wijk. Dat groen moet onderhouden worden, mede door bewoners. Ook de buurtconciërges spelen een belangrijke rol. Gelukkig ligt hij er bovenop, maar hij ligt ook heel veel tussen de struiken waar we gewoon niet bij kunnen. Maar dan zijn ze gewoon klaar met hun fastfood en dan wordt gewoon alles in de bosjes gedumpt. Wat we ook vaak zien, dan hebben mensen motorolie bijgevuld of ruitenvloeistof. En dan smijten ze daarna, als ze ermee klaar zijn, dan gooien ze het ook gewoon in de bosjes. Moet je eens kijken wat er allemaal in zit. Er ligt gewoon brood in, er ligt kaas in. Ja. Ik wil hem ook vergeten, ik heb hem al weer vol. Ja, is goed zo. We zijn verdorie 10 minuten bezig. 10 minuten bezig, we hebben alweer zoveel afval. In de Groene Loon langs de Bijenmeweg ligt het Trefpunt. Dit buurtcentrum is vooral gericht op kinderen en jongeren. De scouts hebben hier een plek en basisschoolkinderen hebben de Trefkids en de Schatkamer. Op vrijdagavond is er een jeugdsoos voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Chillen eigenlijk gewoon een beetje met een groep mensen, kennen elkaar ook eigenlijk allemaal wel. Dus spelletjes spelen, er is een poeltafel, een voetbaltafel waar mensen spelen. En verder gewoon muziek luisteren en gezellig kletsen. Sinds de sluiting van het oude Herenhoes is er geen ontmoetingsplek meer in Bijenwest. Zou een terras aan het water bij het winkelcentrum iets zijn? En wat gebeurde met het oude gebouw? Woningen voor ouderen? Dan zou hier misschien ook nog een ontmoetingsplek kunnen komen. Aan de nieuwe Melsemaheerd in Bijenoost is in mei het nieuwe gebouw Eigen Heerd geopend. Hier hebben het Herenhoes en de Kleihoorn een nieuw onderdak gevonden. Evenals bij Bijen. Een nieuwe ontmoetingsplek in Oost. We zijn zichtbaar en daardoor komen veel wijkbewoners elke dag al langs voor een kopje koffie of thee. En het lunchcafé wordt ook druk bezocht. En zelfs Bijen kookt elke week zitten we bomvol. Wij bedienen voornamelijk de kinderen tot 12 jaar. En daarna de volwassenen tot oneindig. Naast de bibliotheek zit de wegwijzer. Hier kun je koffie drinken en vergaderen. Kunstenaars hebben hier een atelier en ook het ruilwinkeltje is sinds kort hier te vinden. Reguliere klanten die normaal gesproken kwamen zien we nog steeds erg veel. En er komen natuurlijk een heleboel nieuwe mensen bij vanuit de bibliotheek die ons nog niet konden. Dus ik denk dat dat wel een mooie samenwerking is voor de bieb en het ruilwinkeltje zelf. Een nieuwe invulling van de leegstaande panden zoals de expeditie en het oude Herenhoes is gewenst. Aantrekkelijke ontmoetingsplekken voor jong en oud. Daar is veel vraag naar. Bij een bruist van de ideeën en van de kennis om die voor elkaar te krijgen. Denk mee, doe mee, laat je stem horen.